Howdy people, welkom terug. Het is een tijdje geleden dat ik heb gevlogd, mijn excuses. Ik had gehad, een beetje teleurstellend, had ik eigenlijk een tijdje niet echt zin in. Maar ik ben er weer en ik vind het weer hartstikke leuk om jullie mee te nemen. Vandaag gaan we op vakantie. We gaan een weekje weg samen met Carmen. Hallo. En we zijn al bezig met het inpakken van onze auto, want wij gaan kamperen in Frankrijk voor een paar dagen. Dan rijden we door naar Lyon. Zijn we daar voor 3 nachten. Dan rijden we terug naar een camping en dan komen we weer naar huis. Maar we moeten zorgen dat al dit eigenlijk in een hele kleine Toyota Aygo past. Dus dat is uitdaging 1 van de vakantie. En ja, wens ons succes en dat komt allemaal goed. Tot zo! Express. Ik hoop echt dat het er ook auto is zwaarder. Komt. Nee, dat kan nu niet meer erin komen, want ik wil alleen dingen erin zetten die mij goed laten. Mensen denken van, oh, wat is hij cool, wat kan hij goed auto rijden? Nou, dat stop je maar met verkopen. Oh. Oh, nee, grapje, hij is heel lief. Hij is een schatje. De lief, ja. Het is 4,5 uur lang. Welkom. Dat is een levenscompilatie van al onze verhalen door de jaren heen. En we beginnen bij het begin. Nou, mijn vader en mijn moeder die hielden heel veel van elkaar. En die hadden het saai één dag. En ja, toen kwam ik. Letterlijk en figuurlijk. Ben je 9 maanden daarna, hoop ik. Nou, mijn vader kwam en toen. Oké, dat kan echt niet. Nee, dat hadden we eruit. Aangekomen in onze mooie camping hier in Frankrijk. Woe. Woe. Nu voor de echte werk. Zeiltje neer, tent opzetten en gaan met die banaan. Ga je het filmen? Hoe we gaan struggelen? Hoe lief we zijn tegen elkaar tijdens het filmen? Ik denk dat niet goed is voor iemand. Daar wordt niemand blij van. Nou, heerlijke vakantieleven. Op een meertje. Ontbijt bezorgd door Carmen. Doe goed. Goed bezig, schat. Ik regel, ik zorg goed voor je. Wat zou ik zonder je moeten? Ja, genieten van het leven. Maar, ja. Oh. Goed bezig, Car. Woe! Armtraining. Vakantieleven. Ik lig gewoon. Ik lig gewoon lekker bij. Ik wil het werk doen. Ja, tuurlijk. Nou. Werk voor je geld. Nou. Natuurlijk moet Kaal ook blijven zwemmen. Tijdens de vakantie. Dus. Naast het zwembad, de landtraining, wilde hij ook eventjes lekker meer zwemmen. Maar ik blijf lekker hier. Ik let op alle spellen. Dat is ook nodig. Eigenlijk blijf ik hier maar 2 nachten. Dus we waren gisteren aangekomen en dan blijven we vannacht even kamperen. Dan rijden we door naar Lyon. Om daar de stad te bezichtigen en naar de Hard Rock toe. Dat is het belangrijkste. Maar natuurlijk, kamperen kan niet eigenlijk
zonder zelf te koken, op een kleine gasbarbecue. En voor de tent, alles uitgepakt en opgehangen. Wat drankjes bij, aprolletje en een mooie salade. Dit is het kampeerleven. En hey mensen. Nou, we hebben onze weg gevonden naar Lyon. En eigenlijk als we in een stad zijn, zijn we nooit stil. We zijn vooral, ja, we zijn echt heel veel bezig. Veel lopen, veel wandelen. We hadden ook vanochtend een gratis free walking tour door de stad van Lyon. En we dachten daarna, we gaan de bergen op en naar een hele mooie kerkje. Bovenop de berg. Met een hele bijzondere uitzicht. Hey, echt wauw jongens, we zijn net hier naar binnen geweest. Het is dus de kerk met een hele mooie uitzicht. En van de buitenkant vind je het al bijzonder, maar binnen is echt ziek. Echt muren, plafond, grond, dus alleen maar mozaïek en van die glas, was het, we noemen het glas en lood. En oh, dat is echt ziek. Dus als je in Lyon bent en je wil een dagje weg, neem de metro of maak even een wandeling omhoog, maar ik ga hier echt naartoe. Dat is echt zo mooi. Echt bizar. Toch, Carmen? Ja. Ook wel mooi. Ja, dat is wel. Nou, je kan met de bus, lopend, of zelfs met de metro. En daar zijn we weer. Bovenop de heuvel. En wat ben ik blij dat we het gisteren in 34 graden zon hebben gelopen. Dat we niet, zeg maar, gewoon met de bus konden en hier uitstappen, zoals vele mensen nu doen. Voor mij zijn sportief. Ja, lekker sportief, lekker bezig zijn, lekker zweten. Altijd fijn als je op vakantie bent. We zwommen daarna. Dus. Daarna hebben we wel gezwommen, maar... Dat gaan we nu nog steeds doen. Zoals ik nu ga, kan ik ook weer lekker zwemmen. Heb je het warm? Ik had beloofd dat het geen zwemvlog zou worden, maar ik dacht, ik laat jullie ook even... weten dat, ook al is het vakantie en we zitten hier in mooie Lyon met het fantastische weer, ben ik nog steeds mijn baantjes aan het trekken, mijn vakantiekilometers hier tussen de gewone bevolking. Een hele mooie uitzicht over Lyon zelf, lekker druk. Carmen is gewoon lekker aan het chillen. Omdat ik allemaal zwemspullen mee, netjes vol met spullen, schemertje vanuit het ijs. En dat ook al is het vakantie, moet ik nog actief blijven. Coach zou heel trots zijn. Komt eigenlijk omdat ik over een paar weken ga ik door naar Doha en Kazan voor twee wedstrijden. Dus ik moet wel fit blijven. Dus hoef niet elke dag te zwemmen. Gewoon om de dag, een paar keer in de week. En voelt wel heerlijk in het zonnetje. Lekker bruin worden. Ja, dit is top. Dit is het goede leven. Doet hij het? Ja, hij doet het. Ja, hij doet het. Wat er echt typisch uit Lyon komt, is de croissant. Cushion. We hebben hier eentje. Carmen heeft de helft al opgegeten zonder over na te denken. Want hey, dit is het perfecte moment voor de vlog. We hebben het hier. Kijk, daar hebben ze. En... het is best wel lekker. Minty. Nee. Het is marsepein. Ja, dat is inderdaad marsepein. Dus geen mint, niks mint aan. Heel erg groen, dan is het lekker minty. Oeh, dat is best wel lekker. Ja, dat is wel lekker, hè? Zullen we meer halen? Nee. Mm-hmm. Nou, dat doen we wel. Aanrader. Nee, ja, nee, we gaan niks meer halen, maar. Nee, we gaan nou uit eten. Dus we moeten wel gewoon nog. Ja. Eigenlijk alle twee honger, want. En chocola, ja, dat vult de hart, maar niet de maag. En de maag moet nu gevuld worden. Dat is zo. Helemaal niet. Ik ben gewoon filosofisch en moet de volgers de goede weg leiden. Mm-hmm. Jongens, ja, dit is het echt. We zitten weer in de auto. Ja, wacht, ik zei dat Beyoncé zag. Bij Beyoncé. Staat Beyoncé, maar even zeker zag. En we zijn nu onderweg naar huis. Of ja, niet naar huis, dat weten we nog niet. We weten nog niet. We weten nog niet of we de moeite willen doen om nog een keer de tent voor één nacht op te zetten, of dat we gewoon zeggen van nou, we rijden gewoon nog die 4 uur extra naar huis, kunnen we thuis lekker chillen, was doen. Ik help ook mee. Maandag begint het nieuwe leven weer en dat vinden we alle twee wel chill. Duiven zijn aan het vechten.
Of ze zijn schat. Voorspel. Maar... Het lijkt me prettig. Kijk maar gaan. Waarom vliegt het? Jij bent zo snel afgeleid. Het klopt wel. Sorry. Jij bent zo snel afgeleid, eigenlijk. Wauw. Nee, maar we gaan in ieder geval nu weg uit Lyon. We hebben de camping ingetoetst om daar naartoe te gaan. Maar we kijken hoe het gaat. Het is nog vroeg. En als we zin hebben, kunnen we ook nu gewoon meteen naar huis rijden. Want anders moeten we... Ik kan ook rijden. Ja. Carmen heeft ook de rijbewijs, die is ook boven de 18. Thanks. Maar dat we dan meteen naar huis gaan. En ik wel lekker makkelijk nemen thuis. Je mag niet in. Oh. Borden staan er. Ja, maar GPS staat rechts afslaan. Ja, GPS heeft wel inderdaad gezegd dat je af mag staan. Oké. Okay. Even, we laten jullie wel weten wat we doen. Oh. We gaan achteren. Oh. Want we zijn hier druk bezig. En het gaat niet soepel. Oké, we laten het jullie weten. Yes! Nou, we zijn thuis. Ja. Druk in Eindhoven. En zoals jullie horen, hebben we ook shrimp opgehaald. Shrimpy. Dit is onze kat. Hallo. Zeg even hallo, schatje. Hallo. Oh ja, goed zo. Kijk, hij luistert. Oh, hij vindt autoritten niet echt heel chill. Nee, en hij heeft 3,5 week heeft hij in een dierenhotel gezeten. Dus we vonden dat het klaar was voor hem om naar huis te komen. Ja, we zijn gisteren ook meteen doorgereden. Ja, het heeft wel langer geduurd dan gepland. Maar het was wel fijn om in je eigen bed te slapen. Eigenlijk het allerfijnst met thuiskomen na een lange periode, ik denk dat heel veel mensen dat hebben, is gewoon op je eigen wc zitten. Even eerlijk, je hebt het ook ervaren. Nee, nooit. Nee? Oh, nooit, nee. Dat was echt zo'n heerlijk gevoel. Dat is echt de eerste keer dat ik dit hoor. Ja? Ja. Oh nee, dat is echt... Ervaar je dit met andere mensen dan ook? Heb je dat een keer over gehad? We hebben het over gehad, okay. Ook met de jongens van Sam, dat eigenlijk thuiskomen op je eigen wc zitten, dat is zo heerlijk. Nee. Dat zeg maar, je bed is goed, maar de wc, dat is echt... Nee, dat ervaar ik niet zo. Nou, okay. Wel mijn bed, vind ik wel zo. En gewoon je eigen omgeving. Ik heb er wel best wel zin in, gewoon de structuur weer, gewoon thuis. Ik weet niet, we hebben wel gewoon een gezellig huisje. Ja. En shrimp. En shrimp, dus en we zijn heel enthousiast, heel blij en we gaan... vandaag knuffelen. Zeker. Pokémon vangen waarschijnlijk. Pokémon vangen en Fortnite. Ik heb een nieuwe Battle Pass verplicht moeten kopen gisteren. Van Maarten. Van Maarten, Maarten Bruschowski. Dankjewel. Ik heb er geen spijt van. Ja, dus Marcel was ook wel een beetje. Marcel Schouten deed ook wel lekker mee. Ik heb nee. Nee, Kim had er geen verstand van. Dus ja, dat zo gaan wij onze weekend doorbrengen. Ja. Nou, we gaan lekker genieten. We zijn weer thuis, volledig. Shrimp is weer heel wat thuis aan het ontdekken. Het lijkt alsof hij hier nooit eerder is geweest. Voor degenen die willen weten waar we eigenlijk naar Lyon zijn gegaan, gaat het vooral op onze verzameling. Samen hebben Carmen en ik een Hard Rock Café glas verzameling. Dus als we in de stad zijn, gaan we altijd naar de Hard Rock Café. En kopen we altijd een souvenir glas. En zo kiezen we eigenlijk ook onze vakanties. En zoals je ziet, we hebben al aardig wat, maar deze is heel mooi erbij gekomen. Jij! Dus we hebben al 19 verschillende glazen. We zijn ook na Glasgow ben ik in Schotland gebleven om met mijn ouders en mijn Carmen door te reizen naar waar ze wonen in Brighton. Dan zijn we ook langs Manchester gegaan en Edinburgh en zelfs Glasgow. Dus in die paar weken van vakantie hebben we al zeg maar 4 glazen erbij. Dus de verzameling gaat goed vooruit. Ja, maar zoals ik zei, we zijn weer thuis. Het is ook het einde van de vlog. Duimpjes omhoog. Neem nu even de tijd gewoon. Ik weet, jullie hebben het druk en jullie hebben veel dingen te doen. Maar geef even 2 duimpjes omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het nu even. Je hebt ook zo'n belletje. Als je een melding wil hebben dat de volgende vlog online is, doe het dan. En verder heb ik eigenlijk heel weinig te melden. En ik zie jullie weer volgende week. Dus fijne week nog. En later, Carmen.